iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan de titel van deze video gaan we vandaag een hele toffe fashion challenge doen tegen elkaar. Ted Baker heeft ons namelijk uitgedaagd om outfits te bedenken rondom de Sweet Treats collectie. En deze collectie is geïnspireerd op de mode must-haves van Ted Baker. En de kleuren van deze flacons die zijn roze, nude en zwart. Dat zijn echt typische Ted Baker kleuren. En de geurtjes hebben alle drie een naam. En ze hebben een bepaalde persoonlijkheid, want ze horen bij drie type vrouwen. In deze collectie zitten drie verschillende geuren, namelijk Polly, Mia en Ella. Polly is een volwassen vrouw, maar toch ook meisjesachtig, typische girl next door. Mia is energiek, heeft veel glamour. En Ella is opvallend, zelfverzekerd en ze zorgt ervoor dat je haar niet snel vergeet. Rondom deze personages gaan wij straks een outfit creëren die dus echt past bij deze persoonlijkheden. En dat gaan wij doen in de Ted Baker Store in Amsterdam. En dat betekent dus dat wij in totaal 6 outfits gaan laten zien. Per ronde 2 outfits en dan mogen jullie kiezen wie er heeft gewonnen. We zullen een poll aanmaken en je kan ook stemmen in de reacties. En dan mogen jullie dus kiezen wie van ons het beste dat heeft gedaan. Nou, ik heb er heel veel zin in, dus laat de challenge maar beginnen. Nou, we zijn aangekomen in Amsterdam op de Leidsestraat en de Ted Baker Store staat achter ons, dus we gaan naar binnen. We staan nu boven op de vrouwenafdeling van Ted Baker en zoals we net al vertelden gaan we dus een fashion challenge doen waarbij we ieder een outfit moeten uitzoeken die past bij de geuren. We beginnen met de geur Polly. Zij is meisjesachtig, de girl next door en romantisch. We krijgen ieder 5 minuten de tijd om een look te gaan zoeken, dus laten we gewoon gelijk beginnen. Oké, romantisch, girl next door en meisjesachtig. Let's go. Dit vind ik allemaal net iets te donker. Ik zoek voor iets rozigs, iets zoets denk ik. Dat het echt meisjesachtig moet zijn. Kijk, dit vind ik al wel wat kunnen. Beetje girl next door-achtig. Misschien doe dat wit en dit oranje. Oeh, dit is wel heel cute. Ik vind het moeilijker dan ik dacht. Ik ga nog 1 keer terug. Nou, het is tijd om te passen. We hebben onze looks klaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Oh, cute. Oh my god. Ik vind jouw outfit echt heel leuk. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk. Nou, bij deze look heb ik vooral gedacht aan Girl Next Door. En ik vind het echt een hele leuke look geworden. Ik ben vooral heel erg dol op dat combinatie van het blauw en het rood samen. Dus ik vind deze wel heel erg geslaagd. Nou, dit is de look. Het is niet helemaal Tara, maar ik vind het wel heel erg leuk. Gewoon schattig en ook wel romantisch door de roze kleurtjes. Oké, we gaan op zoek naar look nummer 2 voor Mia. En Mia is energiek, heeft glamour en heeft een warme vibe. En go. Nou, ik ben er klaar voor. Energiek, dat is een beetje het woord waar ik op afga. Dus ik ga een beetje voor vallende felle kleuren, denk ik. En ik had al deze paar schoenen gezien. Dat zijn oranje paar hakken. En vooral deze met blokhak vind ik heel erg leuk. Dus deze ga ik gelijk meenemen. Ik denk dat het wel een goed startpunt is. Als ik denk aan warm, denk ik aan rood, oranje. Energiek denk ik juist weer korte kleding of zo. En niet te lang. Dus we gaan gewoon even zoeken. Glamour, is dat gelijk met een glittertje of hoeft dat niet? Ik vind het echt wel lastig. Kijk, hier zie ik bijvoorbeeld wel een glittertje, maar wel op jeans. Dat is misschien net niet glamour genoeg. Moet je kijken wat ik knaller. Oh, heel erg leuk. Ik vind het glittertje ook echt super leuk bij jou. Ik moet zeggen dat ik echt super tevreden ben over deze outfit. Ik bedoel, super mooie warme kleurtjes en ik vind deze jurk echt een enorm glam. Oké, deze outfit is iets sportiever uitgevallen dan gedacht, maar ik heb nog steeds wel een glittertje voor dat beetje glam.
Gaan we nu door naar look nummer 3 en die is voor Ella. En Ella is zelfverzekerd, opvallend en stoer. Tijd start nu. Oké, ik ga denk ik voor deze look ietsje donkerder dan de andere die ik heb gekozen. Misschien toch eindelijk even de jeans. Ik denk dat ik dit keer voor een iets donkerdere outfit ga. Dat vind ik een beetje stoer, vind ik ook wel zelfverzekerd ofzo. Ja, deze is echt super mooi. Deze neem ik mee. Deze is perfect voor de outfit. Deze gele top is denk ik wel echt te gek. Zeg maar geel, dan moet je echt wel zelfverzekerd volgens mij voor zijn om dat te willen dragen. Deze schoenen passen er echt perfect bij. Ik denk dat ik nu al mijn outfit compleet heb. Ik vind die kleur echt heel leuk. Heel mooi. Ik ben ook echt heel erg tevreden over deze look. Vooral de top vind ik echt heel erg leuk. Gewoon lekker opvallend. Ik ben echt super fan van deze jumpsuit. De kleur en hoe die eruit ziet en de lengte. Ik vind hem echt heel stoer. Nou, mocht je nog niet gestemd hebben op de polls, dan geef je nu nog eventjes de tijd om dat te doen. We zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Wie jij vindt dat de leukste outfits of de challenge heeft gewonnen. We zijn super benieuwd. Op dit moment weten we dus nog niet wie er gewonnen heeft. Dus het ligt allemaal in jouw handen. En ik denk dat ik nu al voldoende heb gepraat om jou die ruimte te geven om te stemmen. Ik vond het super leuk om te doen. Ik vond het heel erg leuk om te zien wat voor looks wij ieder bij de personages hebben gemaakt. En ze waren ook eigenlijk best wel verschillend van elkaar. Ja, ik vond het heel erg grappig om te zien hoe we dan toch allebei dingen weer net iets anders hebben geïnterpreteerd. Alles vond ik uiteindelijk wel heel erg leuk. En ik zat ook een beetje na te denken van, bij welke van de geuren pas ik nou het meest? Ja. En ik vond bijvoorbeeld dat ik heel erg goed paste bij Ella. Ik vond die outfit ook echt het allerleukst. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik het geurtje Mia ook echt super lekker ruiken. Mijn favoriete outfit was van Polly. Want ik vond die gewoon heel erg leuk en sprankelend. En ik vind die geur ook heel erg lekker. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik ook een beetje naar de geur van Mia neig. Dus ik zit een beetje tussen die twee in. En we zijn ook super benieuwd welk personage of welke geur het beste bij jou past. Is dat Polly, Mia of Ella? Laat ons ook dat vooral eventjes weten in de comments. En mocht je jezelf anders willen omschrijven, dan is het ook heel erg leuk om dat nog even bijvoorbeeld in 3 woorden erbij te zetten. Nou, mocht je ook nog de Ted Baker Store in Amsterdam willen bezoeken, dan is hier het adres. En de geurtjes, die wil je natuurlijk nog eventjes ruiken. Dat kan bij de Douglas, daar kun je ze ook kopen. En natuurlijk ook online. Linkje daarvan zullen we in de beschrijving delen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze Fashion Challenge op ons kanaal te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze tegen Tara te doen. En ben nog heel erg benieuwd naar de uitslag hiervan. Dus geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem weer gezellig en leuk vond. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Zodat je altijd op de hoogte wordt gehouden wanneer wij weer een nieuwe video online plaatsen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende. Doei!